Vrijwel elke auto kan bij Shell probleemloos op loodvrije benzine rijden. Op Euro of op Superplus. En het mooie is dat het niet alleen beter is voor de omgeving, maar dat u ook nog eens stukken goedkoper uit bent. Kortom, u spaart nogal wat als u op Shell loodvrij rijdt. We zitten in de buurt van Parijs. Fasson. En komen over een heuvel. Ineens begint de caravan enorm te zwiepen. En ik verlies dus de macht over het stuur. Daar komt het op neer. Ik begon ontzettend te gillen. En ik draaide me om. Maar ik zat vast en ik klapte zo met mijn... Het gaat zo snel. Dat kan je niet voorstellen. De caravan lag dus helemaal... Alles was kapot. Gordijntjes lagen, dus gescheurd. Alle spelletjes. Alles lag op de grond. Dus alles wat we... één keer... over... En toen ben ik gaan bellen met mijn verzekering, Zilveren Kruis, uitgelegd wat er gebeurd was. En zijn er nog personen? De volgende dag kwam die man van de verzekering met een nieuwe auto en een nieuwe caravan. Ja. We wisten niet wat we zagen. Het is zo te merken als mensen met kennen werken. Ik wil zo blijven als ik ben. Linera. Ik wil zo blijven als ik ben. Linera. Linera lijkt voor mij gemaakt. Linera. Linera zorgt dat het me smaakt. Linera. Ik voel me fijn, zo wil ik zijn. Zorg dat het me smaakt. Limera. Oeh, hallo. Dit is mijn nieuwe lover. Vindt u hem niet verrukkelijk? Zo ravissant attent. Zo ongelooflijk intelligent. Unieke combinatie toch? Beauty en brains. Laten we eens even zien, onder baby. Ziet u wel, onderbetaald met de pluskaart van de spaarbank. Zelf heb ik er natuurlijk ook een. Razend gemakkelijke reuzenmodel. Je betaalt gewoon met je handtekening. Kijk eens, wat een krachtige hand. Tijger. En je kunt er steeds meer mee betalen. Een vers kopje thee. Het nieuwste singeltje van D.L. Chopin. Roman over de liefde. Of van die schattige roze schoentjes. Maatje Mimi. Je doet meer met de pluskaart van de spaarbank. Ik herinner me nog hoe ik zelf jam maakte, samen met mijn moeder. Ik hoop dat mijn dochter zich, net als ik, dit soort momenten haar leven lang herinnert. Jam maken. Ook daarvoor moet je bij Van Gielsen zijn. Moet je bij Van Gielsen zijn. Sta ik er naar binnen aan het loket om een pakje te versturen, dacht ik van, weet je wat, ik haal hier mijn franken. Want we gaan morgen naar Frankrijk. Dat is wel zo handig. Dus ik aan het loket en tjok, tjok, tjok. Klaar. Zegt dat meisje tegen me. En nog een hele fijne vakantie. Nou, kijk, zulke dingen. Hartstikke leuk, toch? De post zorgt ervoor. Op het postkantoor. Als je me nou... Op een dag drink je geen bier meer, maar drink je Grols. Dames en heren, morgenavond op Nederland 1, 2 en 3 barst er een enorm feest los. Dat kan ik u beloven. Ze zullen wel weer iets lulligs hebben bedacht. Ja hoor, het zal geen confetti wezen. Wat een creativiteit bij de reclame. Geweldig.